Ik sta naast Thijs Schennissen en van het Agnietenhof, er staat hier een cultuurpodium. Wat kun je erover vertellen? Nou, dat het de tweede keer is dat we dit doen en dat het ontzettend leuk is en vandaag heel goed ontvangen. Met grote variëteit, de professionals, met Toemaar, enorm succes, Hans Dulfer. Natuurlijk ook niet de kleinste in theaterland. Natuurlijk ook Idem Dito, Circus, Pippin, heel leuk, heel breed en voor ieder wat wils. En dat hebben we voor een groot gedeelte vandaag al gezien. Ja, dit is eigenlijk een beetje een voorproefje van wat het theaterseizoen gaat brengen? Ja, zowel op amateuristisch gebied als op professioneel gebied. En dit is natuurlijk een fantastisch podium om te laten zien dat we er nog steeds zijn. In dat half jaar waarin het een beetje stil blijft voor het publiek. Maar de Schouwburg natuurlijk bruist als nooit tevoren. Daar wordt door man en macht hard gewerkt om 2 november de Schouwburg weer op en top helemaal nieuw open te krijgen. En gaat alles voorspoedig met die verbouwing? Dat gaat zeker voorspoedig. Ja, het is nu natuurlijk heel spannend. De laatste weken breken aan en dan lopen er zoveel mensen. Maar ze gaan er iets moois van maken, zodat als de mensen straks binnenkomen, echt hebben van, we hebben een nieuwe Schouwburg. Ja, dus 2 november gaan de deuren weer open. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, dat is spannend. Het voelt ook allemaal nog een beetje raar voor ons allemaal. Maar er gebeurt zo ontzettend veel op dit moment. En het krijgt zo'n mooi gezicht. Dat ik sta altijd te popelen om die deur voor die mensen open te doen en hun gezichten te zien. Van wat er nu op dit moment gedaan wordt. En waar we allemaal aan gewerkt hebben om zometeen het publiek een fantastisch theaterprogramma te gaan aanbieden. Ik sta naast Inge de Pijner. En Inge de Pijner, jij bent eindverantwoordelijk voor de grote voorstelling van Idem Dito die eraan gaat komen. Wat kun je erover vertellen? Hoe gaat het? Het gaat ten eerste ontzettend goed. We zijn met heel veel kinderen van de Tielse basisscholen aan een musical gestart die eigenlijk uit de musical Flore Vorst voortkomt van John van Buren. Die heb ik ooit met hem, met teksten van Fred Egging gemaakt. Hebben we een heel speciaal ding in elkaar gemaakt. En van die muziek heb ik eigenlijk herschreven naar een kindermusical waarin wel liedjes uit Flore Vorst voorkomen, maar er is weer eigenlijk een heel nieuw verhaal ontstaan. En dat gaan deze kinderen allemaal heel mooi zingen. Het wordt ingestudeerd door Suzanne Velberg met zang en Claudia Penders doet de choreografie. En Minke van Hoofd doet de regie. En ik doe vooral zorgen dat alles bij elkaar gaat komen en gaat lukken. Ja, en de kinderen, zijn ze gemotiveerd? Gaat het goed? Het gaat ontzettend goed. Ze zijn echt ontzettend goed. Ik weet niet, ze worden heel goed afgericht, zeg maar, afgetraind door ons team. En ze staan er allemaal heel erg goed in. We hebben echt leuke groepen met hele goede stemmen. Heel veel bewegingstalent, speltalent. En ja, het bruist enorm. En we hebben er heel erg veel zin in om dat in de Agnietenhof te gaan doen. In december? In december. En we doen een aantal voorstellingen alleen voor de basisscholen. En de enige voorstelling die echt open is voor iedereen die daarna wil komen kijken, is op vrijdagavond 12 december. En ik zou zeggen, ga kaarten kopen, want het loopt al behoorlijk vol. Goedemorgen, Trace. En waar was je vandaag? Naast mij staat Kilke van Buren. En Kilke, jij bent speciaal overgekomen naar Tiel vanuit Londen met een speciale reden. Ja, ik voel me heel erg vereerd. Ik was gevraagd door de Agnietenhof om het cultuurpodium te presenteren. En het is het tweede jaar dat de Agnietenhof dat organiseert. In samenwerking met de Corso organisatie en allerlei organisaties. Maar van hen uit is het initiatief. En werd ik gevraagd dat ik dat mag presenteren. En daar mijn hart nog heel erg dicht bij Tiel ligt. Fantastische reden om even over te komen natuurlijk. En toen gebeurde er ook nog iets heel moois voor Idem Dito. Ja, Idem Dito gaat een voorstelling spelen en ik heb vorig jaar een boekje uitgebracht in samenwerking met het regionale archief Rivierenland en heel veel mensen die daar heel erg aan hebben meegewerkt. En het fantastische nieuws, we hadden wat opbrengst. En geld is niet van mij, geld is eigenlijk van ons allemaal en van Tielse samenleving. En ik dacht, wat kan nou een mooiere bestemming zijn om de opbrengst van het boek met het werk van John van Buren te schenken aan Idem Dito. En vandaag was een mooie gelegenheid om de cheque te overhandigen aan de kinderen. En ze hebben een geweldige performance neergezet, dus ik ben hartstikke blij.